Hey mensen, de comments op vlog nummer 506 staat bovenaan. Elmar de Groot. Yes, eindelijk weer een BNP video. Ja, dat klopt. Binnenkort komen er nog meer BNP video's. Hè? Want we gaan natuurlijk de pomp testen. En we gaan ook met de motor onderdelen naar een specialist. Die gaat voor ons bekijken wat... wat nog te redden is en wat we beter kunnen vervangen. Dus dat wordt ook interessant. We hebben natuurlijk bij de type 69 motor hebben we een beetje op de boerenboterham manier gedaan. Een beetje gekeken wat we zelf dachten wat wel kon. Om nou eens een keer als contrast. Ik denk dat het interessant is om hier een specialist naar te laten kijken. Dus even kijken welke delen dat we kunnen herstellen. En dan ook daar laten doen natuurlijk. En kijken welke delen we gaan vervangen. Want ja, ik heb al een hele bestellijst klaarstaan. Maar ja, het is natuurlijk wel fijn om even te kijken welke onderdelen misschien nog gered kunnen worden. Het is allemaal niet voor niks. Een klepzittingje kost bijvoorbeeld €45 per stuk. Gaan er 4 per cilinder in, keer 6 cilinders. Dus dat is wel de moeite. En ik denk dat er best een aantal nog hersteld kunnen worden. En misschien dat er een paar vervangen moeten worden. Maar we gaan het zien. Binnenkort. Daapje 81. Ik snap het gemiep over de vloglengte echt niet. Dit heet de werkplaatsvlog, dus lang hoort er gewoon bij. Eens dat we niet 8 uur lang moeten maken, maar een uur is een mooie lengte. En soms gebeurt er veel en soms weinig. Daar is de forward knop toch voor. Ik geniet alleen maar van de lange shots. Even hoofd leeg, verstand even op nul en Milo kijken. Ga zo door, Milo. Nou, bedankt! Hey, als je blijft kijken, dan gaan we natuurlijk door, hè? Want zo werkt het. Dus goed om te horen in ieder geval dat lange video's gewaardeerd worden. En blijkbaar velen met jou, want anders had je natuurlijk niet zoveel stemmen op je comment gehad. Dus daar ben ik blij om. We proberen inderdaad de video's wel, de werkzaamheden, gewoon goed in beeld te brengen. Als het veel repeterende, eentonige werkzaamheden zijn, dan wil het wel wat korter maken natuurlijk. Want ja, een uur lang kijken naar iemand die een auto aan het spuiten is bijvoorbeeld, dat kan ook maar korter denk ik dan. Dus, maar dat is aan onze editors natuurlijk. Hè. Owen staat nou weer achter de camera, dus dat is helemaal aan hem. Dus als hij nou in één keer dadelijk afknipt dan, hij gaat nog verdomme het filmen, dat is een goede zaak. Oké, hey, Boerharms, die zegt, pas maar op dat je niet doordraait met al dat moeilijke denk- en draaiwerk. Ben heel benieuwd naar de volgende video bij Rennes. Was vorige keer een great succes. Ja, ik ben ook erg benieuwd. Ook met name omdat we natuurlijk sowieso benieuwd of onze gefabriceerde koppeling het gaat houden. Ik denk het wel, ik heb daar wel vertrouwen in. Benieuwd of dat verstuivers nog te redden zijn. Want die waren wel behoorlijk, die zaten behoorlijk dicht. Ik heb ze wel geprobeerd om ze schoon te krijgen. We gaan het zien, want dan gaan we kijken of zo'n ultrasoonbak nou inderdaad echt iets magisch is en dat het daar schoon mee wordt. Dus ik ben benieuwd. Nou moet ik wel zeggen dat bij Rennes daar werken wel vakmannen natuurlijk. Die hebben van de type 69 ook een paar verstuivers weten te repareren door ze uit elkaar te halen en toch weer toch allemaal weer in orde te krijgen ook. Dus dat is een ik ben benieuwd. We gaan het wel eraan zien. Oké. Hey. Nou. Dat waren ze eigenlijk. Ja, doordraaien met het moeilijke denk- en draaiwerk. Het is wat betreft het draaien en het freeswerk is het voor mij wel weer een beetje een oude kennis weer bovenhalen. Het begint van beetje bij beetje, begint het wel weer wat te dagen. Maar ik moet daar wel weer veel in. Ik moet daar een grote inhaalslag in maken. En ik moet zeggen, we hebben nou. Gisteren natuurlijk, tenminste vandaag voor jullie, maar morgen voor jullie, gaan we ook weer het een en ander verspanen. Dus dat is wel, kun je mooie dingen maken. Het is wel weer een extra competentie, hè, om het zo maar te zeggen. Het is weer iets wat we weer extra kunnen maken, weer mooier kunnen maken. Dan kunnen we ook weer andere dingen produceren. Dus dat is, kan ook weer nieuwe projecten opleveren natuurlijk. Hè. Dat is ook wel interessant. Hey mensen! Bedankt voor jullie comments, bedankt voor het kijken, tot de volgende!